Het wil zeggen dat de 79-jarige Catherine verantwoordelijk is voor onder andere de Neverland Ranch en de rechten van de Beatles-catalogus. Tenminste, de helft, want die is nog maar over. De helft is nog maar van Michael. En dat betekent dat ze dan zo'n 500 miljoen onder de beheer heeft. Onze verslaggever Koos van Platwingen staat op dit moment in Los Angeles met het laatste nieuws. De moeder van Michael Jackson, die is aangewezen door de rechter om tijdelijk de bezittingen van haar zoon te beheren. Over geld gesproken, Michael heeft heel veel schulden, echt honderdduizenden euro schuld. Dus eigenlijk zou je je kunnen afvragen of je wel blij kunt zijn om nu de erfgenaam te zijn van de King of Pop. Nou, uiteindelijk zal hij wel weer heel veel geld gaan opleveren. Ik was hier gisteren even in een dvd-winkel om even te kijken naar wat Michael Jackson dvd's en cd's. Nou, die waren allemaal uitverkocht. Die worden snel weer bijgevuld, dus daar gaat nog heel veel geld opbrengen. Dus uiteindelijk zullen de erfgenamen heel erg rijk gaan worden. Wie worden dan uiteindelijk de erfgenamen? Nou, aanstaande donderdag dan wordt het testament vrijgegeven, bekendgemaakt. En daarin staat waarschijnlijk dat de moeder en zijn drie kinderen de uiteindelijke erfgenamen worden. Niet de vader van Michael Jackson. Het is algemeen bekend dat hij nogal een slechte band had met zijn vader Joe. Vroeger werd hij nogal geslagen door zijn vader voordat ze moesten optreden. Dus zijn vader Joe, helaas geen erfgenaam van Michael Jackson, maar zijn moeder waarschijnlijk ook zijn drie kinderen.